Het nieuwe stadseiland Veurlent krijgt een blijvende herinnering aan het 16e-eeuwse Fort Knotsenburg. De gemeente Nijmegen wil door grondwallen, trappen en originele fundamenten de binnenring van Knotsenburg een plek geven op de noordoever van het stadseiland. Met de reconstructie daarvan is onlangs begonnen. Fort Knotsenburg werd in 1585 gebouwd door de Republiek om Nijmegen te kunnen belegeren, nadat de stad zich trouw had verklaard aan de Spaanse koning. Tijdens de 80-jarige oorlog was het fort afwisselend in handen van de Republiek en de Spanjaarden. Het nieuwe Knotsenburg moet in december klaar zijn. Sinterklaas moet nog aankomen, maar de binnenstad van Nijmegen hult zich langzaam maar zeker al in de kerststemming. De Moenestraat beet onlangs het spits af. Daar hangt de kerstverlichting al een week. De verschillende ringstraten volgden snel. Traditiegetrouw onthult hotelrestaurant Manna met een feestelijke ceremonie de kerstversiering. Dat gebeurt aanstaande zondag.